Oké, jongens, ik heb een heel goed idee. Hè? Ik ga het verhaal vertellen over het pepernotenmonster. Oh, maar Pablo, is dat niet veel zo spannend? Ik wil nog wel kunnen slapen vanavond, hoor. Zeg, Pablo, het is toevallig niet weer een van je geintjes, toch? Nee, het verhaal heb ik gehoord van de hoofdpiet. En die is weer van de paardenpiet. En die van de inpakpiet. En die van de dakenpiet. Nou, Pablo, nu wil ik het horen ook. Voor de draad ermee. Oké, hou je vast. Lang geleden was er een groot probleem bij Sinterklaas. De Sint en Pieter kwamen in Nederland aan en daar bleek het kasteel nog op slot te zijn. De sleutel was namelijk vergeten in Spanje. Oh ja, dat weet ik nog. Ja, dat was verschrikkelijk. 'S Nachts op het kasteel hoorden ze gekke geluiden. Het leek een soort van lage, brommende geluiden. Ze zochten en zochten, maar nooit konden de Pieter uitzoeken waar het geluid vandaan kwam. Er gebeurde in die tijd veel gekke dingen daar. Het boek van Sinterklaas verdween en was de dag erna ineens weer terug. Maar ook elke keer als de pieten samen waren, leek het alsof het pepernotenmonster met ze wilde praten. Maar zijn stem was niet zoals die van ons. Het was een soort pieptoon. Oh, Pablo, ik vind het verhaal wel een beetje te eng worden. Oh, ik ook, maar ik wil heel niet hoe het afloopt. Ja, ik ga het nu vertellen. Op de laatste dag dat de Pieter en Sint in Nederland waren, gebeurde het. Het begon een beetje te waaien en een beetje te regenen. Sinterklaas liep met zijn Pieter van dak tot dak en rookte daar opeens een onverwachte geur. Het rook naar pepernoten, maar het was midden in de nacht. Ze hadden al gehoord dat als het naar pepernoten rook, in de nacht, dat het pepernotenmonster dan in de buurt zou zijn. Oh, Pablo, nu vind ik het niet leuk meer. Waar is dat monster in? En hoe komen we er vanaf? Ja, dat ga ik jullie vertellen. Het is dus zo dat als je het pepernotenmonster ziet, dat je dan een emmer water over het monster heen moet gooien, terwijl je pepernoten roept. Als iedereen dat tegelijk doet, dan verdwijnt het monster voor altijd. Pieter, kijk daar! Een pepernotenmonster! Snel, een emmer met water! Oké, ik tel af en roep met z'n allen pepernoot, hè? 3, 2, 1, pepernoot! Van Dril, wat doe jij nou hier? Pepernootje, Sinterklaas.